Okay. Ik denk dat het aan het opnemen is. En het is 6 na 7. We gaan er stilletjes aan van slag gaan als, van start gaan, als dat goed is voor iedereen. Ik wil jullie als eerste alvast welkom heten op de allereerste webinar. Wacht, er is nog iemand dat erbij komt. Just op de valreep. Dag Silke, welkom. Ik ga het voor jou ook eventjes kort zeggen tijdens de... webinar gaan we de schermen, de camera's en de microfonen van jullie even stilhouden. Zeker ook omdat we het aan het opnemen zijn. En dat is ook net iets fijner qua privacyredenen. Dus, oké, tweede keer, goede keer om te starten. Dus als eerste, welkom op de allereerste webinar van Behind Endo Stories. Voor ons super spannend om dit te doen. Het is voor mij en Valerie en Sanne... al ook, denk ik, een van de eerste keren dat we een webinar hosten. Dus ja, er kunnen wat schoonheidsfoutjes inkomen. Verontschuldig ons daarvoor alvast. Maar we hebben er alvast heel veel zin in voor deze informatie met jullie alle te delen. Nu, moesten jullie vragen hebben, ik zou zeggen, zet ze in de chat of schrijf ze op. Op het einde van de webinar is er tijd en ruimte voor een vragenrondje. Hoe gaat de webinar eruit zien als eerste? Ga ik informatie delen over wat endometriose is. Daarnaast, voor het wat interactief te houden, hebben we ook een quiz voorzien. En op het einde gaat er een voorstelling komen over de VZ2, namelijk over ons Behind Endo Stories. Dus ja, hopelijk zijn jullie allemaal zo nieuwsgierig als wij voor meer te weten te komen. En ik zou zeggen, we gaan starten, hè. Nu, we gaan dus beginnen. De eerste webinar van deze maand gaat eigenlijk over wat endometriose is. Nu, endometriose, wat is dat eigenlijk? Dat is een ziekte dat bij 1 op 10 vrouwen voorkomt. Eigenlijk is dat best veel, als je het mij vraagt. Concreet wil dat zeggen dat als je ergens naartoe gaat en je bent met 10 andere mensen, ja, er is altijd 1 vrouw onder jullie dat het heeft. Ik vind dat heel veel eigenlijk en toch... zeker ook omdat het zo onbekend is. Dat is nu gelukkig wel bezig aan een opmars, hebben we ook ondervonden. Meer en meer media is erop aan het inpikken. Ook politiek is er ook meer en meer duidelijkheid over aan het vragen. Ook op vlak van zorg willen mensen duidelijk verandering. En dat is een supergoed teken. Dus dat is, ja, maar het is toch nog onbekend in de zin van als je als patiënt zijnde de vraag hebt of dat je endometriose hebt, dat je toch nog, ja, gemiddeld 8 tot 10 jaar aan het zoeken zijt achter een diagnose. Zeker ook als je weet dat bijvoorbeeld artsen in opleiding, zeker hier in België, dan niet specifiek voor gynaecologie of voor huisarts gaan, maar 4 slides of zo krijgen in anatomie, niet in pathofysiologie, over wat endometriose is. Dat is gewoon bizar weinig. En 9 van de 10, ja, heb ik er ook een beetje mijn twijfels aan welke informatie dat daarin wordt gedeeld. Nu... het is en vooral ten eerste een chronische ziekte. Dat wil dat eigenlijk zeggen dat dat eigenlijk een ziekte is dat ook op verschillende manieren in je lichaam toch kan manifesteren, toch kan uiten door symptomen, maar ook dat het iets is dat je wel gaat kunnen onderdrukken, maar dat de kans op een behandeling heel klein is voor er echt vanaf te geraken voor de rest van je leven. Dus nu, wat is het eigenlijk? Endometriose is eigenlijk een ziekte waarbij dat er weefsel dat lijkt op het weefsel van je baarmoeder zich gaat verspreiden. We hebben het er bewust bij gezet dat het geen baarmoederslijmvlies is. Wij kunnen daar nogal een beetje picky en ambetant op worden als we zien dat andere mensen zeggen dat het baarmoederslijmvlies is. Waarom is dat eigenlijk? Omdat als je die informatie deelt en zegt het is baarmoederslijmvlies, dat er veel artsen zoiets hebben of veel mensen gewoon in je omgeving van pak de pil dan en het is opgelost. Dat is het helaas niet. Daar gaan we nog op verder komen. Nu, dat weefsel kan zich dus verspreiden doorheen je lichaam. Hè? Niet enkel in je buikholte, zoals het eigenlijk het meest gekende is.
Maar ook op je longen kan dat terechtkomen, je middenrif. Dat kan ook zorgen voor verklevingen op je darmen, eierstokken, baarmoeder, eileiders en blaas. Het is hormoongevoelig. Wat wil dat eigenlijk uitgelegd concreet zeggen? Dat het eigenlijk specifieke klachten kan geven afhankelijk van je cyclus. Je cyclus, als je geen hormonen inneemt en een natuurlijke cyclus hebt, heb je eigenlijk 4 fases in je cyclus. Onder andere de meest gekende, de ovulatie. Zeker als je zwanger wilt worden, ga je die fase kennen, want dat is de moment voor zwanger te worden. En dan 2 weken later heb je menstruatie. Nu, het verschil tussen die 2, de belangrijkste, tijdens je ovulatie heb je oestrogeen, een hormoon dat dan heel dominant is, heel sterk aanwezig is in je lichaam. En daarnaast, tijdens de menstruatie, is eigenlijk progesteron meer en meer aanwezig. Dat is zo het knuffelhormoon. Nu, dat kan dus afhankelijk zijn wanneer dat hormoon, een bepaald hormoon gaat liggen stijgen in het bloed, kan dat specifieke klachten geven. Zo kan iemand bijvoorbeeld met kystes meer pijn hebben, kystes bijvoorbeeld ter hoogte van de eierstokken, meer pijn hebben tijdens de ovulatie dan bijvoorbeeld tijdens de menstruatie. Dus het is niet omdat je geen pijn hebt tijdens de menstruatie dat er geen sprake kan zijn van endometriose. Oké. Nu, de symptomen van endometriose. Je kunt verschillende klachten hebben in je lichaam. Hè, en die klachten gaan afhankelijk zijn waar dat eigenlijk voorkomend is, de endometriose. Dus zoals ik zeg, menstruatiepijn, ovulatiepijn. Het kan ook pijn geven tijdens het vrijen. Je kunt er ook een gezwollen buik van hebben, de endobelly, meest gekend eigenlijk. Waarbij dat het eigenlijk lijkt alsof dat je een buik hebt van een vrouw dat zwanger is. Niet fijn, zeker niet als je bezig bent met een kinderwens. Dan is dat heel confronterend voor dan die vraag te krijgen van hoe ver zit je? Ik denk dat er velen van ons al hebben meegemaakt. Dat is hartbrekend gewoon. Extreme vermoeidheid geeft het ook. Hè. Zeker niet onderschatten hoe hard dat je lichaam eigenlijk aan het werken is met deze ziekte. Dus... daarnaast onvruchtbaarheid, heb ik ook gezegd van ja, uw kinderwens, zeker als je... Het is eigenlijk zo dat vrouwen meestal uitkomen bij endometriose omdat ze aan het proberen zijn voor een kindje. En dat lukt maar niet. En dan hebben ze klachten van de menstruatie en zo. En dan opeens is dan, oei, we gaan dat hier toch serieus nemen. Want dat is nu wel iets dat vaak voorkomt, dat het pas serieus genomen wordt als je geen kinderen kunt krijgen. Dan ook pijn tijdens het plassen en het ontlasten. Juist omdat dat ook, ja... dat weefsel er rond kan zitten en dat is niet zo aangenaam. Natuurlijk, als dat bijvoorbeeld rond je urinebuis zit en je moet dan plassen bijvoorbeeld, kan allemaal heel veel druk geven. Voilà. En ja, je ziet de 3 puntjes dan onder. Het lijstje is nog niet klaar. Ik denk als we alle symptomen zouden bespreken, dat we hier een paar dagen later nog bezig zijn, helaas. Nu, het gevolg is eigenlijk dat dat een enorme fysieke en mentale impact op zowel uw privé als professioneel leven kan hebben. Zeker ook als je aan het werken bent en zo. Ik denk dat er velen van ons wel weten dat ze eens een keer zijn moeten thuisblijven van hun werk omdat het niet ging van de pijn. Niet echt fijn om dan naar uw baas te moeten bellen van hey, kan ik komen werken, want ik heb last van mijn menstruatie. Nu, qua endometriose spreken we eigenlijk voornamelijk over 4 graden. Nu, ik ga daar eerst eventjes al een toevoeging aan doen. Het is niet afhankelijk van de graad hoeveel pijn je hebt. Je hebt dus 3-4 verschillende graden. Graad 1, graad 2, graad 3 en graad 4. Eigenlijk kunnen we zeggen dat bij graad 4 eigenlijk het meeste verspreid is, maar dat het ook bijvoorbeeld verschillende organen met elkaar verkleefd zijn. Nu, wat ik eigenlijk ook wil zeggen, is met graad 1 kunnen er kleinere, lichtere verklevingen zijn. Dat is ook afhankelijk van de oppervlakte. Maar er kunnen mensen zijn met graad 1 dat veel meer pijn hebben dan iemand met een graad 4. Dus als een dokter tegen u zegt, je hebt endometriose graad 1, laat u niet in uw hoofd steken dat de pijn dat jij voelt, dat die er niet kan zijn. Nu, de oorzaken, want natuurlijk, een chronische ziekte, we willen natuurlijk dat allemaal behandelen en oplossen.
Maar voordat je dat kunt eigenlijk, wil je wel weten waar dat vandaan komt. Nu, er zijn verschillende oorzaken van theorieën. Nu, waarom doe ik even zo met mijn vingers, tussen aanhalingstekens? Namelijk omdat ze er nog niet uit zijn. Als eerste dachten ze dat de retrograde menstruatie de oorzaak ging zijn. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat er, als je menstruatie hebt, kan het altijd zijn dat er bloed vanuit, via je eileiders, in je buikholte gaat terechtkomen. Dus dat dat eigenlijk terugvloeit, in plaats van dat dat naar buiten gaat, gaat het terug naar binnen. Dat was eigenlijk de eerste denkpiste, maar die is eigenlijk ondertussen weerlegd. Dat is ook de reden waarom dat wij niet spreken over baarmoederslijmvlies, want met deze theorie is dat de perfecte voor het aan te tonen van kijk, het is baarmoederslijmvlies, want het komt daardoor. Nee, die theorie is al weerlegd. Waarom? Omdat het ondertussen ook bij foetussen is gevonden. En ja, een foetus heeft nog nooit haar menstruatie gehad. Het is ook gevonden bij mannen bijvoorbeeld. Mannen hebben ook geen menstruatie. Dus eigenlijk kunnen we die in eerste theorie grotendeels al een kruis doorzetten. Dus dan als tweede optie is een embryonale oorsprong. Dus dat het al gevonden wordt bij foetussen, bij kinderen, bij vrouwen, voordat ze nog hun eerste menstruatie krijgen. Er is ook de vraag van, kan het genetisch zijn? Omdat het ook heel vaak voorkomt dat als je mama of je grootmoeder het heeft, dat gebeurt het heel, zien we toch wel regelmatig dat het toch wordt doorgegeven. Nu, dat is nog niet zeker. Dus moest je zelf mama zijn, moet je geen angst hebben van dat je kindje dat van je kan overkrijgen, want dat is nog niet 100% zeker. Hè? Zo simpel is dat ook niet op vlak van genetica. Nu, ze hebben ook een vermoeden van omgevingsfactoren. Wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Ja, de maatschappij verandert enorm. Tegenover vroeger, de aardbodem wordt uitgeput. Veel minder vitamines dat je daar vindt en zo. Mensen zitten veel meer achter in hun bureau binnen, hebben daardoor te weinig vitamine C, D bedoel ik. Ja, daarnaast, door heel de tijd te zitten, wij als mensen zijn dat niet gewoon. Dat zijn allemaal dingen die ook niet in ons voordeel spelen. Dus vandaar dat ze ook meer en meer denken dat het gewoon omgevingsfactoren kunnen zijn door alle hormoonverstoorders eigenlijk, dat wij binnenkrijgen, al dan niet bewust of onbewust. En daarnaast is ook het vermoeden dat het immunologisch kan zijn. Dat eigenlijk een auto-immuunziekte kan zijn in plaats van een chronische ziekte, in plaats van een gynaecologische ziekte, zoals het nu nog vaak eigenlijk wordt besproken. Dus eigenlijk dat er ontstekingen zijn in je lichaam, maar dat je immuunsysteem gewoon de kans, de tijd en de ruimte niet krijgt voor dat op te ruimen. Nu, ik zeg er wel duidelijk bij, dat zijn allemaal denkpistes. De wetenschap heeft daar nog geen samenvatting, is daar nog niet over uit welk nu de oorzaak is. Het kan allemaal, maar het kan ook weer allemaal niet. Dat is het moeilijke. Zolang dat de wetenschap daar nog geen 100% zekerheid in heeft, kunnen wij ook nog niet zeggen van dit is de oorzaak. Dan, hoe gaan we nu eigenlijk de diagnose krijgen, vaststellen? Als eerste gebeurt dat gewoon door een vraaggesprek. Meestal, hoe dat het vaak verloopt, is dat er het vermoeden de link gelegd wordt met endometriose als je al je klachten begint op te sommen en dat je dan naar de dokter gaat. Nu, daarvoor kun je een vragenlijst meenemen. We hebben onze website een checklist staan met allemaal vragen dat je kunt overlopen. Dat geeft voor je eigen ook een duidelijker beeld van, is er een kans dat ik het heb? Het heeft echt wel op verschillende manieren invloed op je lichaam. Zoals ik ook zeg, die symptomen, het is er een hele lijst. Maar als je begint op te sommen, dan kun je eigenlijk wel maken van, oké, de kans zit er wel in dat ik endometriose heb. En dan ga je naar de dokter. Meestal begin je al naar een huisarts te gaan. Als je een huisarts hebt dat u daarin volgt, dus te beter. Als je een huisarts hebt dat zegt van, goh, ik ken er eigenlijk niet te veel van, maar die dokters en toegeven dat ze van iets te weinig kennis hebben, dat gebeurt niet echt vaak, helaas. Maar dan is het belangrijk om naar een gynaecoloog verder te gaan en te zoeken dat een eerste kennis heeft over endometriose.
En ten tweede, waar je ook een goede band mee hebt. Waar je een klik mee hebt. Het is echt belangrijk, zeker voor je verdere behandeling, dat je een dokter hebt waar je een goed gevoel mee hebt. Dan daarnaast wordt er vaak een vaginale echo gedaan. Waarom spreek ik over een vaginale? Omdat je namelijk twee soorten echo's hebt. Namelijk gewoon een typische, zoals we kennen, langs de buik. En daarnaast ook de vaginale, waarbij het er eigenlijk via de vagina zo binnenin wordt gegaan. En zo wordt gekeken naar je baarmoeder. En meestal, soms kan er daaruit komen dat er endometriose is, maar soms gebeurt het ook dat ze niks zien. Daarvoor is het zeker belangrijk voor de MRI ook nog te laten doen. Dus eigenlijk dat ze beelden gaan nemen van uw buik. Ik vind dat persoonlijk geen fijn onderzoek. Ik kan er eerlijk in zijn. Dus een tip als je dat moet laten ondergaan en je hebt daar angst voor, bespreek dat. Ik heb dat de eerste keer niet besproken en ik ben daar mijn half trauma buiten gegaan. Ik heb de tweede keer dat gewoon eerlijk gezegd tegen die verpleging van ik vind dat hier echt geen fijn onderzoek. Die hebben keimooi op een fijne manier zorg gedragen voor mij, dat ik nu veel minder angst heb voor daar nog eens onder te gaan. Dus dat is wel een tip dat ik even meegeef. Nu, na die twee worden de resultaten besproken. En dan is de kans groot dat een dokter eigenlijk overgaat naar een laparoscopie. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat ze een kijkoperatie gaan doen. Dus dat ze verschillende sneetjes in hun buik gaan maken. En dat ze dan met een camera gaan kijken voor te zien hoe dat het eigenlijk eraan toe is in hun buik. Op die moment gaan ze ook biopsies, dus weefselmonsters nemen. En dan laten ze in het lab. En daarnaast, als ze dan toch meestal kijken, dan is de kans ook groot dat ze ineens het gaan wegsnijden. Nu, even een hele belangrijke. Het is niet omdat er op uw echo geen endometriose uitkomt, dat je daarom geen endometriose hebt. Er zijn genoeg vrouwen met klachten dat een echo laten uitvoeren, waarbij er niks te zien is volgens een dokter, maar dan wel een MRI laten doen. En dat een MRI laat zien dat een buik bijvoorbeeld bij wijze van spreken vol zit met endometriose. Dus die twee onderzoeken worden best alle twee gedaan. Gewoon voor zeker te zijn dat ze niks gaan missen. En als daar niks uitkomt, kan het vaak ook nog wel interessant zijn voor toch nog die laparoscopie te doen. Voor uzelf ook voor gewoon de zekerheid te hebben. Nu, ik heb het al eens aangekaart, de gemiddelde duurtijd tegen dat je een diagnose hebt van endometriose zijn we 6 à 7 jaar bezig. Daarom zijn wij er gekomen. Daarmee dat wij ook echt die belangstelling vragen, zodat iedereen weet wat endometriose is, dat ook die duurtijd verminderd kan worden. Heeft er ook wel mee te maken dat wij als vrouwen veel minder serieus genomen worden, zeker in verband met menstruatie. Als je zegt dat je klachten hebt, krijg je heel vaak de reactie, pakt u een dafvallig aan en zwijgt gewoon, of doe eens niet flauw. Maar ik denk dat we allemaal wel kunnen zeggen dat als je endometriose hebt en je hebt klachten, dat je niet flauw doet. De mogelijke behandelingen. We hebben dat hier even opgedeeld in 2 categorieën. Namelijk westerse zorg en complementaire zorg. Complementaire zorg bedoelen eigenlijk een holistische aanpak. Als eerste, de westerse zorg, heb je 2 opties. Ofwel hormonaal, dus anticonceptie, dat is pijnbestrijdend. Dat is eigenlijk gewoon kijken naar de symptomen dat je hebt en het gewoon op die manier verminderen, onderdrukken eigenlijk. Even een belangrijke side note daarbij is dat als je anticonceptie neemt en je hebt endometriose, dat endometriose wel kan verder ingroeien in je weefsel. Dus een goede opvolging is zeker belangrijk. Daarnaast is ook gewoon heel belangrijk dat een dokter echt alle bijwerkingen met u bespreekt en dat het een keuze moet zijn dat jij maakt vanuit je volle verstand en volle gevoel en niet omdat een dokter het u verplicht als enige oplossing tegen endometriose. Daarnaast, een operatie door middel van excisie. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat als ze een operatie doen, dat ze moeten wegsnijden in plaats van het allemaal moeten weglaseren. En ja, met ablatie niet echt zo wegbranden, bedoel ik. Omdat endometriose moeten echt vanuit de kern kunnen wegsnijden voor echt alles mee te krijgen. En met wegbranden laten de kern vaak nog zitten. En dan kan dat wel zijn dat je terugklachten hebt, omdat nog niet alles is weggehaald.
Dan de complementaire zorg. Dat is eigenlijk voornamelijk symptoombestrijdend. Dat is een holistische aanpak dat we eigenlijk zeggen, als je het complementair noemt, klinkt het net iets minder spiriwiri dan holistisch, dus vandaar. Wat willen we daarmee zeggen? Het kan zeker nuttig zijn voor uw voeding te bekijken, aan te passen, meer groenten te eten, ontstekingsremmende voedingsmiddelen te gaan gebruiken, zoals groene bladgroenten, zien welke soort van oliën dat je allemaal gebruikt. Daarnaast suppletie kan er ook zeker interessant bij zijn. Daarbij is het ook wel belangrijk dat je je dokter daar ook in contacteert, want met sommige vitaminen kun je wel een overdaad doen en dat is ook niet de bedoeling. Daarnaast kan acupunctuur ook een heel interessante zijn. Valerie is dat bijvoorbeeld aan het uittesten en is daar wel goed mee. Maar moet het, bij mij ga ik daar even een drempel over moeten, want naaltjes in mijn lijf laten zitten, dat zie ik nog niet zitten. Ik ben dan meer een fan van de relaxatie, van de meditatie, de yoga. Dat helpt enorm voor je stressgehalte naar beneden te krijgen. Iets dat wij ook continu met z'n allen doormaken. Een overvloed aan stress, gewoon ook door de maatschappij waar we in leven. Beweging, zoals ik zeg, de yoga bijvoorbeeld, kan een hele goede zijn. Hormoon-yoga wordt ook heel veel aangeraden. Yin-yoga bijvoorbeeld ook. Dus bij yoga denk niet meteen aan de moeilijke poses waarbij dat je op je handen moet gaan staan. Ik kan het niet, maar ik doe wel aan yoga. Dus voilà. En nog zoveel meer, hè, want ik bijvoorbeeld, ik hou van reiki-sessies op mezelf uit te testen. Ja, ik wil maar zeggen, dat is heel breed, heel groot, maar het is symptoombestrijdend. Wij gaan nooit zeggen dat je door middel van complementaire zorg je klachten allemaal gaat kunnen behandelen en dat je daarvoor je dokter overboord mocht gooien. Nee, het is een hele mooie aanvulling op de westerse geneeskunde dat we hier hebben. Als je die twee combineert, heb je naar mijn gevoel een goede combo. Nu, Sanne haar beurt. There you go, my lady. Goed, nu is het aan mij. Ja, ik ben Sanne. Ik ben ook leerkracht van opleiding, dus quiz is mij wel, dat is wel iets leuks en iets interactief. Mee kan ik ook eens direct testen of jullie bij SME al goed hebben opgelet. Jullie mogen de vragen beantwoorden in de chat, waardoor we iedereen een beetje de mogelijkheid geven om de vragen te beantwoorden. We gaan beginnen met de eerste vragen. Endometriose is A. baarmoederslijmvlies, B. weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies, C. endowatten of D. een typische vrouwenziekte. Ja, en ik zie inderdaad dat jullie al goed wakker zijn en goed meereageren. Dus klopt inderdaad, dat is B, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies. Dat heeft Esme heel mooi uitgelegd en alle vragen worden ook goed beantwoord. Dus ik neem aan dat dat begrepen is. Dan gaan we nog eens kijken naar de tweede vraag. Behandeling. Wat zijn de mogelijke behandelingen? Is dat A, zwanger worden? B, de menopauze, C, baarmoederverwijdering of D, operatief door middel van excisie? Ja. Fijn dat jullie allemaal zo mooi mee zijn. Het antwoord is inderdaad D. Gaan we nog eens naar de volgende vraag. Anticonceptiepil is A. een wondermiddel tegen endo, B. hulpmiddel tegen de pijn, C. een placebo of D. preventie tegen zwangerschap. Hier hebben we even een instinker gestoken, want hier kunnen er twee juist zijn. Ja, inderdaad. Ik zie inderdaad al het antwoord B verschijnen en dat klopt inderdaad. Hè? Dus dat heeft Esme ook zo heel mooi uitgelegd. Anticonceptie is een van de behandelingsmethodes langs de operatie die gebruikt wordt, pijnbestrijdend. Maar D is ook nog altijd waar. Hè? Voor heel veel vrouwen vanaf jonge leeftijd, vanaf heel jonge leeftijd soms ondertussen, wordt het ook nog als preventie tegen zwangerschap
gebruikt. Wat is de oorzaak van endo dan? A. Nog geen wereldwijd akkoord. B. Retrograde menstruatie. C. Uw eigen schuld. En D. Een vaccin. Ja, en dat klopt inderdaad. Het antwoord A komt hier veel binnen. Dus het is nog geen wereldwijd akkoord. Zoals Esmee heel mooi uitlegde, zijn er inderdaad een heel aantal mogelijke pistes van oorzaken. Maar we weten het nog altijd niet. De retrograde menstruatie wordt door heel veel onderzoeken inderdaad al een beetje aan de kant geschoven. Dat het niet bewezen kan zijn. C is een heel jammere oorzaak, hè? Je eigen schuld als je dat denkt of het moment dat je dat gedacht hebt. Dat kan eigenlijk zeker wel voorkomen, dat zien we heel vaak na de eerste diagnose. Dat heel veel vrouwen denken van, wat heb ik misgedaan, waarom hoort dat bij mij? Maar dat is eigenlijk het mentale en het psychologische of het emotionele gevolg van endometriose. En daar willen we zeker als VZW ook nog wel toe bijdragen om daar rond te werken. Maar het is zeker je eigen schuld niet, hè? Knoop dat goed in je oren. En deze vaccin, wat we zeker tegen de vaccinatie, tegen corona, nu veel aan bod zien komen. We zagen laatst nog een artikel op sociale media. Waarin dat die dan bijvoorbeeld over endometriose ging en er dan direct op de kar wordt gesprongen dat je van het vaccin onvruchtbaar wordt en dat dat allemaal maar normaal is omwille van het feit dat ze dat allemaal inspuiten. Allee, het is een vaccin, lijkt er heel veel vaccinaties bestaan en allee, endometriose bestaat al veel langer als dat, hè? Dus we gaan dat zeker niet als oorzaak hanteren. Goed. Dan is het aan Valerie. Hallo, dank u Sanne. Ik ga iets meer vertellen over hoe dat de VZW ontstaan is, met welke reden dat wij de handen in elkaar geslagen hebben. Ja, de VZW op zich bestaat uit SME als voorzitter. Ik zelf ben de secretaris en mijn vriend Inas is de penningmeester. En ondertussen hebben wij het leuke genoegen gehad om Sanne ook in onze kring te verwelkomen als zeer waardevolle rechterhand. Nu, hoe heb ik SME leren kennen? Vorig jaar waren wij alle twee ingeschreven voor een workshop rond voeding. En ja, bij de voorstellingsronde bleek dat wij ook alle twee endometriose hadden. Wij zijn blijven contact houden en wij hadden alle twee het idee van ja, er is veel te weinig kennis en bewustzijn rond wat dat de ziekte is. Wij moeten daar iets aan doen. Wat kunnen wij daaraan doen? En dus hebben we gewoon de handen ineens geslagen en zijn we toen gestart met onze Facebookgroep en onze Instagrampagina om te zien hoe dat allemaal zou lopen. Of dat wij daar wel connectie mee zouden kunnen maken met andere endosisters of dat er gehoor naar was. En dat is eigenlijk vrij snel gebleken dat daar wel behoefte aan was. Dus vandaar dat we dan besloten hebben om dat ook allemaal officieel te maken en om daar dan een VZW rond op te starten. Dus nu zijn we met drie en ik ga Esmee zichzelf even laten voorstellen. Dus ja, ik ben Esmee of Esmeralda eigenlijk. Ik ben 28 jaar, trotse hondenmama van twee Spaanse puppers. Ik heb eigenlijk wel een actieve kinderwens, maar dus door endometriose is dat niet gelukt. Ik heb ook een fertiliteitsreeks achter de rug. Ik ga daar zoiets iets meer over vertellen. Daarnaast, in hoofdberoep ben ik thuisverpleegkundige. Ik heb daarvoor 3 jaar in een universitair ziekenhuis gewerkt. Heel close ook met dokters. Dus vandaar dat ik er ook wel mopjes over durf te maken. Dat ze soms al eens een keer niet graag durven toe te geven als ze iets niet weten. Een van mijn beste vrienden, ik heb er een goede kameraad aan overgehouden. En daar durf ik dan ook wel eens een keer over te ventileren. Dus daarnaast ben ik zelf ook opgestart met een eigen zaak, waarin ik eigenlijk als holistische gids verder ga. Ik vind de combinatie tussen complementaire zorg en westerse zorg superbelangrijk. Er mag veel meer over geweten zijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld mijn reiki behaald. Dus vandaar dat ik dat graag op mezelf uitoefen en ook bij andere mensen doe. En ik begeleid graag ook gewoon vrouwen echt naar een leven in balans voor ja, echt te weten van hoe dat ze dingen kunnen aanpakken, gecombineerd met elkaar. Want het is gewoon zo belangrijk. Ik ben multi-passionate. Ik
ben iemand, geef mij een onderwerp en als het mij interesseert, ben ik de persoon dat tot middernacht of tot zelfs tot in de vroege uurtjes er alles over zal opzoeken. Ik heb ook al van alles gedaan, haken, breien, net geen breien, naaien, noem maar op. Geef mij nog een instructieblad qua haken. Ik kan perfect zeggen hoe dat een steek ineen zit. Zo van die dingen onthoud ik. Dat is het leuke aan multi-passionate zijn. Maar het nadeel is ook dat ik een hele kast vol heb met knutselprojecten, omdat ik het snel beu ben. 9 van de 10 keren ben ik verstopt met een boek. Als ik even een moment rust heb in al hetgeen dat ik doe, ben ik ofwel bezig met mijn hondjes ofwel bezig met te lezen. Dat is voor mij mijn ultieme ontspanning. En ik heb dus de diagnose in 2020 in volle coronatijd gekregen na een zoektocht van meer dan 12 jaar. Ik heb klachten gekregen toen ik 14 jaar was, dat ik menstruatieklachten had. Onderzoeken gekregen, uiteindelijk op de pil gezet van, goh, we weten het niet goed, pak de pil maar. Dus ik nam eigenlijk al van mijn 14 jaar de pil. Uiteindelijk klachten blijven hebben, dus verschillende soorten pillen geprobeerd. Ook echt combinaties, in de zin van een combinatiepil met een progesteronpil erbij. Noem maar op, ik heb bijna elk merk wel uitgetest. Niet echt een wonder gevonden, echt een middel gevonden voor mezelf. En dan uiteindelijk besloten met mijn man van, hey, weet je, we wonen samen, eigen huisje, tuintje hebben we nu ook. Nu hoort het kindje, de pil in de vuilbak gegooid en naar de gynaecoloog geweest, gezegd van, ja, we willen voor kinderen gaan, het is toch oké. Nog letterlijk gevraagd bij haar van, zeg, ik heb toch geen PCOS, ik heb toch geen endometriose, want dat waren ook twee dingen dat bij mensen in mijn omgeving waren vastgesteld. Dus ik was er van op de hoogte nog het antwoord toen gekregen van nee, mijn baarmoeder ziet er fantastisch goed uit. Je gaat niet lang nodig hebben voordat je zwanger bent. En ja, been here. Nog altijd zonder kind. Dat is wel even lastig met momenten, maar dat is oké. Ik heb dat wel een plaatsje kunnen geven. Uiteindelijk dan zo, ja, alternatieven ook beginnen te zoeken. Want als je naar een dokter gaat en je hoort dat daardoor niet komt, Dat je dus niet endometriose hebt, begin je verder te zoeken. En mijn klachten begonnen te stijgen. Uiteindelijk via bij iemand gekomen dat zei, is wel, dat is zeker dat dat geen endometriose is. Contact opgenomen met een gynaecoloog. Die heeft mij dan een diagnose gegeven. Ik heb dus toen in volle coronatijd, wanneer ik moest gaan helpen op een covid-afdeling, naar mijn hoofdverpleegkundige moeten bellen en zeggen, hey, sorry, ik kan niet komen werken, want ik lig strijk van de pijn in mijn bed door menstruatieklachten. Dus dat is geen pretje. Ik weet hoe dat is, van naar je werkgever te moeten bellen. Omwille van dit, ik heb wel heel veel geluk gehad dat ik een heel begripvolle werkgever had op die moment, dat daar ook wel al begrip voor had. Dus. En ja, ondertussen 1-2 operaties verder. 1 operatie in 1 ziekenhuis. Met een kunstmatige menopauze erbij en dan een fertiliteitstraject. Al vrij snel het gevoel dat niet alles weg was. Ook aangekaart op fertiliteit. Van ja, ik heb het gevoel dat er nog iets zit. Kreeg ik maar als antwoord, ja, als je dan niet wilt verder doen met je traject, dan moet je maar op de pil gaan, want dat is de oplossing tegen endometriose. Ik ga eerlijk zijn, ik was toen een beetje razend. Als patiënt zijnde, maar ook als verpleegkundige zijnde, voor op zo'n manier aan een telefoon behandeld te worden. Ik wens dat echt niemand toe. En ja, oprecht blij dat ik met Valerie toch heb besloten van, kijk, hetgeen dat ik hier nu allemaal meemaak, ik heb dat ook tegen Valerie allemaal gedeeld toen, want wij kenden elkaar toen een half jaar. We waren bezig van, zeg, we gaan er hier eens verandering in brengen. Ja, zij stond mee op de eerste lijn toen ik al die dingen meemaakte. Bijna uit mijn krammen schoot van colère, omdat ik echt zoiets had van, allee, wat voor een antwoord is dat nu? Uiteindelijk besloten voor een second opinion te gaan. Mijn vermoeden was juist, er zat nog iets en niet zomaar iets. Want in december ben ik met spoed geopereerd voor een kiste ter grootte van een pompelmoes uit te halen. Dus even mijn boodschap voor jullie is, als je het gevoel hebt dat je niet serieus genomen wordt, maar je voelt dat niet juist is in je lichaam, durf erop te vertrouwen en durf voor een second opinion te gaan. En ik ben nu in afwachting, want ik moet nog eens een derde keer geopereerd worden, want de tweede operatie was puur voor die kisten en voor te kijken waar dat allemaal zit. En ik heb nogal een grote romance tussen mijn baarmoeder en mijn darm.
dat door een endometriose weefsel voor een tweede keer op rij met elkaar verkleefd is. Dus dat gaat bij mij nog een staartje krijgen, maar we gaan ervan uit dat dat nu de derde keer en de laatste keer en een goede keer is dat ik geopereerd word. En wie weet dat we dan toch ooit nog een klein vosje gaan mogen verwelkomen. Hè? Voilà, dat was mijn kort verhaal, sorry. Ik duim daar keihard voor mee eens mee, echt waar. Ik ben Valerie, dus ik ben 36 jaar. Ik woon samen met mijn vriend in Baardegem. Wij hebben samen ook een eigen zaak. We zijn zelfstandigen en wij hebben een winkel in werk- en beschermkledij. En daarnaast had ik het idee om in volle coronaperiode nog een tweede zaak uit de grond te stampen in verband met thee en vertragen. Ik ben zot van boeken, van wandelen, van in de natuur zijn, van theetjes drinken met vriendinnen, van babbelen en connecteren. Ik heb ook een diploma journalistiek, maar ik heb daar eigenlijk niet veel mee gedaan. Ik ben direct in de bank beginnen werken en dan daarna heb ik mijn vriend leren kennen en dan zo mee in de zelfstandigheid gerold. Mijn diagnose, ja, ik, net zoals velen onder jullie en zoals Esmee daar juist ook vertelde, ik heb altijd al pijnlijke maandstonden gehad. En ons mama had dat vroeger ook. Dus dat was dan van, oké, ja, dat hoort erbij, dat is normaal. Je moet een pijnstiller nemen en erdoor komen. En ja, verder werd daar geen info over gegeven. Tot in 2018 er een soort van crisis ontstond. En dat ik toch echt wel het idee had van, maar dit is nu echt wel geen normale menstruatie. Hè? Dit kan nu toch niet meer. Ik heb dan al mijn klachten beginnen intippen in Google. En Google heeft mij geleid naar een pagina over endometriose. Nog nooit van gehoord. Ik kon dat woord zelfs niet uitspreken. Ik heb daarover dan direct met ons mama gebeld. Gevraagd van, zegt u dat iets? Want ja, aangezien dat je ook altijd pijnlijke menstruaties gehad hebt... Ah, nee, zegt ze, op zich zegt mij dat niks, maar ik heb daar wel 2 weken geleden een reportage van gezien op televisie. Dat was toen in de maand maart, dus de endometriose awareness maand, ook nog totaal geen idee van. En dan verder beginnen zoeken. Mijn huisarts was op dat moment met verlof, dus ik ben naar de huisarts van de wacht moeten gaan, omdat de pijn gewoon niet meer te harde was. En ik heb hem mijn symptomen voorgelegd zonder het woord endometriose uit te spreken. En hij zei direct tegen mij van, ah ja, volgens mij heb jij wel endometriose. Als uw huisarts terug is uit verlof, zou ik vragen dat ze een echo laat maken in het ziekenhuis. Dat je meer weet en dat je meer onderzoek op kunt doen. Mijn huisarts kwam terug uit verlof. Ik leg dat voor, zonder zever. Die hoorde dat in Keulen donderen. En door wat? Wat is dat voor ziekte dat je hebt? Die wist dus totaal niet over wat dat ging. Oké, okay, dat was al direct een goede binnenkomer. Dus we hebben dan die onderzoeken laten doen. Daaruit is gebleken dat ik verschillende kistes op mijn eierstokken had. Dat mijn eileiders verkleefd waren met de baarmoeder. Dat ik waarschijnlijk ook niet op een natuurlijke manier zwanger zou worden. En dat er verschillende nodules op mijn darm zaten. Dus dan op dat moment... had ik het idee nog van de dodentocht te wandelen in augustus. Maar de operatie was... de dag daarna gepland. Ik ben daar vol goede moed aan begonnen, maar ik ben niet echt ver geraakt, gewoon omdat mijn lichaam, mijn scharnieren, om zo te zeggen, dus mijn knieën en mijn heupen en al de dingen in de buikholten en zo blokkeerde gewoon. En ik had dan ook gezegd van, ik ga het niet forceren, wetende dat de operatie eraan kwam. Na de operatie zei de gynaecoloog direct tegen mij van, ja, natuurlijk, zwanger worden gaat er inderdaad niet in zitten, omdat alles zo verkleefd was en dat er zoveel littekenweefsel achtergebleven is. Dat zal sowieso met IVF worden. Wat ik toen ook niet wist, is dat ze zei daar effectief wel de ablatiemethode gebruikt hebben in plaats van de excisiemethode. Met als gevolg dat ik nu 3 jaar later terug opnieuw klachten heb. Ik ben ook voor een second opinion geweest. En er zijn dus inderdaad opnieuw kistes gevormd. Mijn eileiders zijn terug opnieuw verkleefd. Er is ook adenomyose in de baarmoeder gevonden. En er zitten nieuwe nodulen op de darmen. Op zich, op dit moment is mijn pijn vooral geconcentreerd rond mijn menstruatie. En sta ik ook niet echt te springen op een nieuwe operatie. Dus ik kan het op dit moment vrij goed onder controle houden met pijnstillers, met mijn acupunctuur en met voldoende beweging en relaxatiemomenten. Ik ga iets van de hout vasthouden. Ik heb hier niet direct iets, maar ik hoop dat het daarbij blijft en dat het dus inderdaad niet erger wordt. Maar dat weten we dus op dit moment niet. Voilà, dan geef ik het woord door aan Sanne. Ja, Valerie.
we hopen allemaal mee, hè, voor u en voor Esmee, dat het allemaal goed komt. Ik ben Sanne, ik ben 30 jaar. Ik ben van opleiding leerkracht secundair onderwijs. Ik mag de vakken economie, Engels en wiskunde geven. Ja, van mijn endometriose verhaal denk ik toch wel dat ik eigenlijk ook inderdaad altijd wel last heb gehad tijdens mijn regels. Ik herinner mij nog dat ik tegen mijn huisdokter gezegd heb van als ik mijn regels heb, dan heb ik echt superveel last van mijn darm, want normaal kan ik heel moeilijk naar de wc en dan loopt het eruit. En dan werd dat zo wat aan de kant geschoven als zijn van dat kan niet van die regels zijn of weet ik veel. Dus eigenlijk ben ik daarmee blijven rondlopen tot ik in 2015 stopte met mijn pil en zwanger wou worden. En toen is het ook heel sterk achteruit gegaan. Toen ik stopte met mijn pil, toen kon ik op een bepaald moment gewoon bepaalde uren niet meer op de dag mee concentreren. Om een uur kon ik een dag niet meer gaan werken. En dat werd een paar dagen. En ik was zelf niet zo heel erg voor dokters en zo, omdat ik zo thuis niet was opgevoed. Dat op een bepaald moment mijn zus, die gelukkig in de apotheek werkt en daar wel iets van kennis van heeft, tegen mij zei van, ja, het is wel niet normaal hoe dat jij hier ligt te creperen. Dus ik ga voor u een afspraak maken met de gynaecoloog. Die heeft dan in mijn naam gebeld en dan ben ik naar de gynaecologie van Overpelt gegaan. En daar waren op de echo al meerdere, alleen al een chocoladekist rond mijn eierstok en zo te zien. Dus het was eigenlijk wel graad 4 en zo uitgebreid dat ze eigenlijk konden zeggen van oké, jij hebt endometriose. En ik weet dat ik die afspraak ben buitengekomen en dat ik dacht van dat woord heb ik nu nog eens nooit gehoord. En ik wist het woord zelfs niet meer toen ik buitengekomen was. Dus ik ben terug binnen moeten gaan om te zeggen, wilt je mij dat opschrijven? Dus dat is eigenlijk een heel vreemd gevoel. Ondertussen heb ik dus een operatie gehad in het Zool in Genk. Waarna ik na 6 maanden toch wel zoiets had van ik heb weer superveel last en zo. En toen ik op controle ging, zei ik van ja, het is al terug. Dat vond ik heel raar. Dan ben ik te grade gegaan toen bij Endogo, waar ik heel goede connecties heb, ook met Femke. En die heeft mij toen gezegd van ja, misschien moet je eens voor een second opinion gaan. En dan, toen ben ik daar zo mee naar UZ Leuven gegaan. En daar hebben ze eigenlijk dan in februari 2019 een heel uitgebreide operatie gedaan. Daar heb ik 7 uur op de operatietafel gelegen. Ze hebben een stuk darm weggenomen. En al de rest, wat jullie zeker wel bekend in de oren klinkt. Dan ben ik ook gestart met een fertiliteitstraject. Want ik wou sinds 2015 al zwanger geraken. Dat is eerst heel lang zonder succes geweest. Ik heb een IVF-poging gedaan waarin er geen bevruchting was. Dan 2 ICSI-pogingen waarin ik in mijn tweede eigenlijk nog 3 embryo's had. Waarin ik een biochemische zwangerschap heb gehad, net voor corona. En dan ben ik in juni nog een keer terug geweest. Van 2017 hadden ze 1 embryo en dat was ook zonder succes. Maar dan ben ik in oktober, heb ik het geluk gehad en ik weet dat het een mirakel is dat ik natuurlijk zwanger ben geraakt. En dat is ook denk ik ook wel meest te wijten aan het feit dat ik merkte dat de reguliere of de westerse geneeskunde alleen dat me dat niet terug op het goede pad ging helpen. Want ik was eigenlijk met zoveel fysieke klachten nog blijven zitten dat ik me fysiek zwaar achteruit was gegaan. Dat ik mentaal en emotioneel eigenlijk onderdoor zat. En daar ben ik eigenlijk verder mee gegaan. Zelf heel veel opzoekwerk gedaan, heel veel boeken gelezen. En dan heb ik vorig jaar een opleiding gedaan tot gezondheidscoach. Daar heb ik ook nog superveel bij geleerd. Dus ik ben zeker fijn dat ik zo Esmee en Valerie ook nog heb leren kennen. En dat ik hen echt kan ondersteunen in de dingen die ik ondertussen geleerd heb. En eigenlijk daar, in die complementaire geneeskunde, daar wil ik mij binnen de VZW dan iets meer in specialiseren. Want buiten mijn gezondheidscoach en dat ik nu dat waarschijnlijk als eigen praktijk ga doen, wil ik eigenlijk voor de VZW toch nog wel heel wat lotgenoten en zo helpen. Dat is mijn doel eigenlijk. Dus ik ga mij dan specifiek richten vooral op de lotgenoten. Om hen te ondersteunen. En ik probeer zelf nu veel te bloggen en artikels te schrijven, waar jullie binnenkort ook wel een aantal van dingen van zullen zien verschijnen. Om zo toch wel echt die mentale en emotionele ondersteuning en ook het fysieke nog een keer extra onder de aandacht te brengen. Moeten er specifieke vragen zijn voor mij achteraf, mag dat ook altijd. Voilà, dat was het zo, denk ik.
Ja, de missie van onze VZW is eigenlijk vierledig. In die zin dat we vinden dat vooral de bewustwording rond de ziekte een heel belangrijk punt is. En hoe gaan we dat aanpakken, of hoe zijn we dat nu aan het aanpakken? Dat is vooral door de ervaringsverhalen van de endosisters zelf, maar ook van hun partners en hun omgeving te delen. Want hoe dat je het draait of keert, het is niet enkel jijzelf als endosister dat ermee getroffen wordt, maar ook je partner, je omgeving, je werk, je vrienden, je familie, je ouders. Allee, het heeft allemaal een effect op iedereen. En dat mag ook een keer in de verf gezet worden, omdat dat veel te makkelijk vergeten wordt en dat er echt focus op de endosister zelf is, wat dat zeker te verstaan is. Hè. Dat begrijp me niet verkeerd. Hè. En daarnaast, naast die telen van die verhalen, vinden we ook het telen van de correcte info heel belangrijk. Want zoals Esmee al aangehaald had, wij kunnen echt een crisis krijgen van de zoveelste foute definitie dat we over endo terugvinden. Gewoon omdat het ook zorgt dat er dan foute behandelingen ontstaan. En het is helemaal niet moeilijk om echt de correcte info over endo, over wat dat juist is, te delen. En daarin proberen wij jullie dan als patiënten ondersteunen, zodat je tijdens je gesprekken met dokters ook jezelf zeker genoeg voelt om dat echt aan te halen en erop te wijzen als ze de foutieve informatie geven. Ook naar de levenskwaliteit toe vonden wij het heel belangrijk om jullie tips en advies te kunnen geven. Wat bedoelen we daarmee? Naar beweging toe, naar voeding toe, naar relaxatie toe. Want hoe dat je draait of keert, ja, het heeft sowieso effect op je dagelijks leven. En als je niet in de mogelijkheid bent om direct voor een operatie te kiezen, zijn er wel een aantal dingen die dat je pijnsymptomen kunnen verlichten. En de vierde pijler, ja, daar zijn we nu volop mee bezig, is om echt de endometriosezorg hier in België op zo'n punt te krijgen dat de diagnosetijd veel korter komt en dat er de kennis van het zorgpersoneel en van de artsen echt heel fel omhoog gaat. Hoe dat we dat gaan doen, daar zijn verschillende acties rond. Ondertussen is er bijvoorbeeld een open brief en een petitie op het internet vindbaar, waar je zelf ook je getuigenis en je verhaal kan delen. En op die manier hopen we dat zo snel mogelijk bij de beleidsmakers, dus bij de ministers, te krijgen om echt te benadrukken hoe belangrijk dat het is dat er een betere zorg komt. We hebben dus, zoals we daar straks al gezegd hadden, verschillende contactpunten. We zijn gestart met de Facebookgroep en met de Instagrampagina. Ondertussen is er al een hele mooie website bijgekomen, waarvoor dank aan een familielid van mij die dat daar echt met hart en ziel aan gewerkt heeft. Dus op die manier kan je ons contacteren. Je kan je lid maken van de Facebookgroep, waar je andere lotgenoten vindt, waar je je verhaal kan delen, waar je vragen kan stellen. En via de Instagrampagina en de Facebookpagina zelf proberen we dus zoveel mogelijk nuttige informatie en de verhalen van de endosisters dat daarmee akkoord zijn ook te delen. Ja, wat zijn onze toekomstplannen? We hebben er hier een aantal gedeeld. Niet dat dat gelimiteerd is, want zoals dat we daar geschreven hebben bij het vierde puntje, the sky is the limit. We hebben zoveel ideeën en plannen, maar aangezien dat we ook zelf allemaal endosister zijn en dat we het nu in voorbereiding naar de endomaand zelf al ondervinden, dat we af en toe een keer serieus op onze rem moeten gaan staan, gaan we het één voor één aanpakken en niet alles tegelijk. Maar dit zijn dus, ja, is een samenvatting van de ideeën die we hebben. Sowieso informatiecampagnes ook naar het zorgpersoneel, maar ook naar het publiek voorbereiden. We zouden een ledenplatform willen uitwerken voor jullie, waar dat jullie onderling ook gemakkelijker kunnen connecteren, waar dat er webinars zoals dit en workshops gaan aangeboden worden. Ook de verbinding tussen de lotgenoten zelf dus, niet alleen via het platform, maar dan ook in real life gaan we proberen op poten te zetten. Dus per regio of een keer een lotgenotendag organiseren behoort daartoe. De podcast is een zeer ambitieus project, maar we denken dat we op die manier echt wel met de correcte info heel veel mensen gaan bereiken. En ja, dan inderdaad het vierde punt. We hopen echt het aanspreekpunt te worden voor mensen met endo en de omgeving. En ja, we hebben nog zoveel mooie plannen en ideeën. Dus zeer binnenkort meer nieuws daarover. We gaan dat natuurlijk allemaal niet alleen doen. Jullie kunnen ons daarbij helpen. We hebben een zeer mooie pagina daarvoor gemaakt op de website.
Dat kan op 4 verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gif te doen. Je kan ook via Trooper gaat voor bijvoorbeeld dingen online te bestellen, kan je ons helpen. We hebben een crowdfunding opgezet voor de verschillende doelen dat we willen realiseren. We gaan ook sponsorpakketten uitwerken voor de grotere bedrijven. En als er mensen zijn die dat eventueel een evenement of een sportieve actie willen opzetten, gelinkt aan een goed doel, mag je ons ook zeker daarvoor opgeven. En daarnaast hebben we een hele mooie community voor de leden uitgewerkt. Er zijn 3 verschillende types. Een steunend lid krijgt de nieuwsbrief. We gaan zorgen voor 4 verschillende nieuwsbrieven per jaar. En krijgt dan ook verschillende flyers met informatie over de WZW. Het zilveren lid krijgt... je moet eigenlijk op de website gaan kijken, want ik ben nu iets te nerveus om ze allemaal zo uit mijn hoofd op te noemen. Maar er zijn hele mooie pakketten aan verbonden. En ik kan wel nog zeggen dat zowel voor het zilveren als voor het gouden lid, dat we deze maand voor de endometriose maand een actie doen waarbij je dat je leuke pakketjes kan extra krijgen. En zoals eerder gezegd, ja, wij doen dit niet alleen. Hè. Wij hebben echte steun en de hulp van velen nodig om onze doelen waar te maken. Op dit moment hebben we al heel veel vrijwilligers die dat ons willen helpen, waarvoor ongelooflijke dank. We hebben 1 oproep gelanceerd en daar is al zoveel reactie op gekomen. Dus dat toont aan dat er echt nood is om als community naar buiten te treden en om jullie te ondersteunen daarin. Heb je zelf nog een idee? Ja, aarzel niet om het echt met ons te delen. Wij staan open voor alles. Voilà, ik denk dat we aan het einde van deze presentatie gekomen zijn. Wij willen jullie ongelooflijk danken om het tot nu toe uit te zitten. En wij gaan ook een Google-formulier naar jullie opsturen, omdat wij heel geïnteresseerd zijn naar jullie feedback over deze webinar. Het is onze allereerste keer. Er zijn er die dat al wat meer zenuwen hebben dan een ander. Maar dus alle feedback hierover is welkom. Zijn er dingen die dan niet aan bod gekomen zijn en waar je dus nog met vragen zit? Die kan je nu eventueel al in de chat stellen en anders kan je ons altijd later contacteren. Ladies, ik weet niet of ik iets vergeten te zeggen ben. Wil aan? Alles duidelijk. Ik zou zeggen, inderdaad, als er nog vragen zijn, zet ze gerust in de chat en deel ze eventjes met ons. En anders kan je ze inderdaad via mail opsturen. Ofwel moeten we heel even de opname stoppen. Ja, goed idee. Ja.